Stefan Siffer, ik werk als de zakelijke leider bij BOX, of dat is de afkorting voor Barok Orchestration X. En als zakelijke leider zorg ik eigenlijk voor dagelijks management en alle financiële en administratieve stromen die er in de organisatie zijn. Het woord Barok Orchestration, dat wijst eigenlijk op dat het gaat over muzikanten die op oude muziekinstrumenten spelen. Muziekinstrumenten die uit de tijd van de barok komen, dus eigenlijk voor de klassieke muziek nog, voor de grote piano en de viool en de cello, die zijn er eigenlijk pas later gekomen, daarvoor had je de barok. En het zijn zeer specifieke instrumenten die met een specifieke klankkleur die ook naar die stijlperiode verwijzen. Het is een mix van alles. Dus je krijgt eigenlijk een opeenstapeling van verschillende muzikanten, van verschillende soorten van muziek maken, met verschillende podia doorheen heel het gebouw van de Singel. Eigenlijk is het een uniek moment waar dat je eigenlijk de creativiteit van de muziek, van de muziek en de muzikanten gewoon vlak voor je neus ziet ontstaan. De mixmaas die wij volgend jaar gaan maken, is te zeggen in 2021, daarvan is een heel groot stuk voorbereiding in 2020. Dat moet gefinancierd worden en waarvoor dat we projectsubsidies moeten hebben, normaal gezien. Als die wegvallen, heeft dat een onmiddellijk negatief effect. Dat spreekt voor zich. Dus als die subsidies niet komen of met 60% worden ingekort, is het onmiddellijk gevolg dat wij minder gaan kunnen doen. Minder muzikanten, minder creatief festival. Wat niet wil zeggen dat er geen festival zal zijn, maar het zal onmogelijk zijn om dat in dezelfde vorm te doen. Dat hier een kerk heeft gestaan. Voor ik vergeet dat ik jarig was en een tik-tak.